Goedemorgen, het is nu 5:30 en ik ben op Schiphol. Ik heb de hele nacht niet geslapen en ik ben echt zo moe. Ik zie er ook echt verschrikkelijk uit. Maar ik moet dus nog wachten tot mijn vlucht gaat. Want ik ga naar Macedonië, het land waar mijn moeder vandaan komt. En ik bedacht me dat het misschien wel leuk is om dit dan te vloggen. Zeg maar mijn hele trip. En ik wilde eigenlijk naar de spa, omdat ik dus nog best wel lang moet wachten en niet heb geslapen. En het daar heel erg druk wordt met familie en zo. Maar de spa is dicht. Dus kijk waar ik nu in zit. In zo'n 2 euro ding. En dan krijg je een reboost in 5 minuten. Ik ben heel benieuwd. Oh, dit is lekker. Oké, kijk dit. Ik moet naar D48. En hier heb je D47. En dan gaat hij ineens naar D49. Dus aangezien het zo volgende ochtend is, dan denk je van waar is D48? Maar die is dus heel random na 44. What is this torture? Ik ben aangekomen in Macedonië. En een tip, ga niet 1 liter water drinken voordat je gaat vliegen. Daarom heb ik ook nog niks gefilmd, zeg maar, toen ik vliegtuig uitkwam. Omdat ik echt zo nodig naar de wc moest. Jee! Stuurt wat je ziet. En ik ga nu naar ons huisje rijden. Mommy's home! Dit is zeg maar mijn moeders huisje. Hier. Lekker aan het water. En nou ja, het is ongeveer 15 minuten van het centrum. Oh, kijk die zwanen. Balkon. En dit is dan mijn kamer. Ik ben nog super moe. Maar kijk wie hier is. Jamie. Ja. Jamie is boos. Omdat mijn moeder had hem dus een paar dagen eerder hiermee naartoe genomen. Zodat hij alvast een beetje kon wennen. En hij is nu dus boos. Omdat ik hem alleen heb gelaten. Met mijn moeder. Maar ik bedoel nu. Kijk. Kindje. Nee. Nee. Kijken wat mijn moeder heeft. Oh, dit is zo lekker. Mam, heb je brood? Heb je brood? Ja. Oh, hier. Dit had ik vroeger als kind altijd. Eidocrème. En kijk, check die grote watermeloen. Dat is wat? Vertaling van chocoladepasta. Oh, Eidocrème is de vertaling van chocoladepasta. Ik weet niet wat dit is. Hopla. Denkslagroom, hopla. We hebben kaas. Dit is voor Jamie. En een huge worst. En happy cow. Ik ga ook even boodschap doen. Ik weet niet wat dit is. Some lemon, limoen, juice is iets. Eurocreme. Oh, hier is niks. Eurocreme had ik dus altijd, zeg maar, toen ik klein was. En volgens mij is het niet eens zo lekker, maar het is gewoon kindernostalgie. En die dat andere potje wat ik zei, wat je op brood moet eten, dat is zeg maar een soort van smeerworst, maar het is zo lekker. Oké, jullie krijgen een Macedonisch lesje. Mam, wat staat hier? Hoe spreek je dit uit? Mleko. Mleko, dat is melk. En dan wat is dit? En dit is mijn lievelingssoep. Dit is, wat is het? Bouillonsoep eigenlijk gewoon, toch? Nee, echte soep. Met vlees en vermicelli, maar met sterretjes. En speciale kruiden. Oh, dit is zo lekker. Heel lekker. En dan hier, zeg maar, snoepjes en koekjes. Dit is een hele bekende van ons. Lokum, deze. Lokum. Wat is dit dan? Turkse fruit. Oh, maar dat is overal toch bekend?
Ja, maar dan heb je ook... Deze krijg je overal in Macedonië, bij iedereen. Als je gaat trouwen. Oh, maar ook overal. Je krijgt die toch altijd? Bij alles? Daar begin je mee. Maar je krijgt die altijd, overal? Ja, maar daar begin je mee als mensen binnenkomen. Ah, oké. En deze ook. Ik neem hier nog mensen zelf fruit gaan halen en groenten, want het is hier super vers. Dag Jamie. Samen met mama pastete met lep eten. Oftewel brood met smeerworst. Zo ontzettend moe. Echt vanaf het moment dat ik werd opgehaald door familie op het vliegveld. Tot echt nu. Echt uren was ik met familie, maar ik ben zo moe. Ik heb gewoon heel lang niet geslapen. En je hoort ook nog steeds familie beneden. Ik ben eventjes op bed gaan liggen. Het bed is nog niet eens opgemaakt. Dat moet nog gebeuren, maar ik ben zo moe. En het is vandaag suikerfeest. En dat wordt hier best wel groot gevierd. En mijn moeder zei net dat we weer naar familie toe moeten. Omdat we dan daar suikerfeest gaan vieren of zo. I don't know. Dat vind ik normaal heel leuk. Maar ik ben zo moe. So tired. Dus ja. Nee, ik heb hem even opgemaakt, even gedoucht en everything. Maar het moet wel goed komen. In ieder geval, ik ga zo lekker slapen vanavond. En we gaan nu langs bij familie. Met Jamie. Jamie is aan het zwemmen. Oh. Hij heeft een oom gebouwd. En deze heeft zijn broer gebouwd. En dit is echt voor hier super fancy. Maar dit zijn gewoon... Volgens mij maïsvelden. Gewoon al het fruit en groente is hier altijd echt super vers. En ja, echt heerlijk. Alleen wat ze dus niet willen is dat er een hondje in huis komt. Dus Jamie moet nu aan een paal vast. Maar dat is helemaal niet gewend natuurlijk. Want hij bij ons gewoon thuis is en alles. Dus zit hij helemaal te piepen. Echt heel zielig. Dus ik blijf bij Jamie nu buiten. Dat vind ik zielig. Hey Jamie. Hey. Ja. Ja. Jamie lief, hè? Ja, Jamie kindje. Ja. Als je hier gaat trouwen, dan krijg je dus een bruidsschat. En het wordt dus zeg maar zo ingepakt. Dus zeg maar, al die dingen die komen daar dan zo in. Je hebt hier bijvoorbeeld dit soort dingetjes. En... daar zijn ze dit uit in pakken. Wachten. Dit is zeg maar het grote plein. Het is zo raar, want ik ben hier echt 7 jaar of zo niet geweest. En ik weet gewoon waar alles nog is. Ik weet gewoon, ik herken alles en zo. En hier heb je... daar is de markt. Jullie ook. Oeh. En Jamie gaat overal mee. En dan gaat de fontein. En als je daar naartoe loopt. En zeg maar deze straat helemaal uitloopt, dan kom je bij het strand. Maar ik zou jullie nog wel gewoon een tour geven. Dit wordt allemaal met de hand gemaakt. Hier in Macedonië, als je eieren wilt, dan ga je naar een eiwinkel. Waar ze eieren verkopen. En alles hier op de markt is echt super vers. Onbespoten en gewoon biologischer en verser dan dit kan je het niet krijgen. Ik ben hier bij mijn oma thuis en er zijn allemaal nichtjes en neefjes van mij. Die ik echt gewoon jaren niet heb gezien. En, sommige ken ik gewoon niet eens omdat ze echt nog baby's waren. Of nog eens geboren waren. En die zijn echt heel schattig en cute. Hi, ik lig in mijn bed. Ik ben nu meer dan 48 uur wakker. En all I want to do is just sleep. Sleep, 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 sleep. Ik heb net nog wel, voordat ik ging slapen, aero-crème gegeten. Dat is een chocoladepasta. Hier, ik zal hem wel even laten zien. Ik heb dan wel echt een mini bakje gehaald. Nou, ik ga nu nog mijn make-up eraf halen en dan gewoon slapen. Slaap, 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 slaap. Welterusten.